Studenten uit heel Nederland zijn maandenlang bezig geweest om met een innovatief idee te komen voor het verpakken van etenswaren. Bij het Kennispark Twente werd gestreden om de eerste prijs. De student met het beste idee wint de zogeheten InnoFood Award. Deze geluksvogel mag naar het kloppend hart van de innovatie, Silicon Valley. Ik heb net stiekem een beetje gepeld. Bij Mart natuurlijk, met de maaltijdsalades en de dames die ook in de supermarkt iets willen ontwikkelen. Dus ja, ik probeer een beetje mijn kansen nu in te schatten, maar dat is wel moeilijk. Ja, vandaag gaan we dus vooral allemaal leuke dingen doen. We hebben mensen uitgenodigd om ze te verrassen met een programma. Het mooiste van de dag is toch het deel met de pitches. Er zijn 9 studententeams. En deze teams die hebben allemaal onderwerpen die te maken hebben met techniek, die te maken hebben met voedsel, die te maken hebben met verpakking. En dat hebben zij in 5 minuten pitches samengevat. En zij proberen de zaal te boeien om te zorgen dat er misschien iemand tussen zit die met hun die projecten verder wil trekken om daar daadwerkelijk mee van slag te gaan in de toekomst. Ik kom hier een concept presenteren, de maaltijdsalade à la carte. Dat is een heel nieuw concept om je maaltijdsalade op de markt te zetten. Daarbij gaat het er niet om dat je in één keer een maaltijdsalade maakt, maar dat je de ingrediënten los op de markt brengt en dat de consument erbij zelf zijn eigen maaltijdsalade samenstelt. En daarbij is het ook een typisch on-the-go product, dus je kan hem meenemen onderweg. De deksel vouwt zich uit tot bord en je hebt een heel mooi gepresenteerde maaltijdsalade. We hebben ook Ylva Poelman. Ylva Poelman wordt wel genoemd de bionische vrouw. Ze was afgelopen dinsdag was ze nog bij Humberto Tan in het programma RTL Late Night. Dus dat hebben sommigen misschien gezien, maar zij haalt uit de natuur zaken die je kunt vertalen naar technische oplossingen. En ik vond dit een mooie mogelijkheid om eens te kijken wat ik heb gedaan, wat kan ik en wat vinden anderen daarvan. Ja, ik ga vandaag samen met Alex, mijn partner in crime, Packerstorm presenteren. Dat is een dienst, niet een product, voor gepersonaliseerde brainstorms voor de verpakkingsindustrie. De reis naar Silicon Valley kan je winnen. Ja. Wat lijkt je daar zo leuk aan om daarheen te gaan? Ja, voor ons is dat als brainstormbedrijf supercool om te zien hoe die spin-offs hun bedrijf nou echt groter maken. Dus die schaalbaarheid. En natuurlijk heel leuk om nieuwe brainstormtechnieken te leren van hen.